Welkom vrienden van de Herbakker en van Herbakker TV. We zijn er weer en deze jongens zijn er ook weer. Mondmasker is verplicht en COVID-safe ticket is verplicht in deze zaal in de Herbakker. Maar het goede nieuws is dat de voorstellingen wel nog plaatsvinden. Je kan nog altijd tickets kopen voor pakweg Jan-Jaap van der Wal of Bob de Moor. Vanavond gaan wij eens een kijkje nemen achter de schermen bij Jan Houtekiet, Rick de Leeuw en Johan Braakman. Ze hebben een avondvullende voorstelling omtrent Lou Reed, een heel interessante Amerikaanse rockartiest. We zijn weg, hè? Ja, de Sanseveria is niet meegekomen. Hij mocht nog niet naar buiten wegens het slechte weer. Hallo, hallo. Een brommer is hier. 1, 2, 3, dames en heren, Jan Houtekiet aan de piano, Rick de Leeuw aan de mondharmonica. Ja. Ja, dat is goed, in orde, Frankie aan de toetsen. Mooi. Dank u wel. Goed, goedenavond heren. Vanavond is Lou Reed jullie gemene delen, zal ik maar zeggen. Hoe zijn jullie daar eigenlijk toe gekomen om daar een avondvullende voorstelling rond te maken? Zal ik even proberen? Ja. Ik denk dat de directe aanleiding was dat er een avond in het Leuvense was. Een halle. Ja, voor mij is dat het Leuvense. vanuit mijn perspectief. Naar aanleiding van de verjaardag, als je dat zo mag zeggen, van de dood van Lou Reed. Hij was toen 5 jaar overleden. En ik was daar uitgenodigd omdat sommige mensen weten dat ik ook al lang vertrouwd ben met het werk van Lou Reed. En daar een lezing over gaf al, ook wel zo nu en dan al. En Jan was daar. Ik weet niet of jij daar was, Rick. Jij was daar ook. Jij was je daar. Glas in de hand. Dat is mij ontgaan dan, tje. En dus daar is het idee ontstaan. We kunnen eigenlijk met z'n drieën wel iets doen. Dus ik die vertel over de verbanden tussen Lou Reed en literatuur en filosofie. En Jan en Rick die dat, wat is het juiste werkwoord hier? Doorsnijden, ja. Die dat onderbreken met muzikale intermezzo's. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk een studieobject geworden van u, als ik dat mag zeggen. In zekere zin wel, ja. Maar wat heeft Lou Reed met filosofie te maken? Wel, dus als je zijn teksten bekijkt, dus dat probeer ik in die lezing ook uit te leggen, dat is ook vanavond. Dat gaat vaak over filosofische thema's natuurlijk, maar zo heel concreet, specifiek, het leven zoals het is. Dus niet abstract, niet theoretisch. En je merkt ook als je zijn teksten leest of zijn biografie een beetje bestudeert, hij kende ook wel Søren Kierkegaard en andere existentialistische filosofen. Hij had daar wel een verwantschap mee, hij voelde dat. En dat vind je ook in zijn teksten. Het gaat over mensen die altijd met problemen geconfronteerd worden, hun identiteit niet lijken te vinden. Hij zoekt de zelfkant wat op, transgenders, homo's. Het gaat over huiselijk geweld enzovoort. Dat zijn eigenlijk hele concrete problemen, maar waar best wel wat filosofen aandacht hebben aan besteed. Sartre zou zeggen, nee, dat is niet juist. Je bent misschien in de wieg gelegd om koning te worden, maar als de jaren van verstand komen, ben je in principe in staat om te zeggen, ja, sorry mensen, dat ligt mij hier niet. Ik wil bakker worden. Voilà. Ik wil onderwijzer worden. Dat kan perfect inderdaad. Maar u begrijpt, toch is dat heel erg moeilijk. Maar dus Sartre doet een oproep om te zeggen, zelfs al ben je in de wieg gelegd om koning te worden, en je wil liever bakker worden, doe het dan. U kunt dat. Terwijl u zich kan voorstellen dat de kroonprins denkt, ja, ik zou dolgraag bakker worden. Maar dat is onmogelijk, dat is volstrekt onmogelijk, want mijn familie, dit en de verwachtingen en het land en weet ik veel wat. U begrijpt de vergelijking. Hè? Wel nu, van dit alles naar Lou Reed is niet zo'n grote stap. Ja. Lou Reed heeft meerdere platen gemaakt, vol met nummers, met liedjes, die over dit thema gaan. En heeft dat vooral geëxploreerd, als ik dat zo mag zeggen, door naar de marges te kijken van de samenleving. Naar mensen die het moeilijk hebben. Naar mensen met seksuele problemen, met geweld, verslaving, ziekte, aandoeningen. Mensen die worstelen
met het inpassen in de maatschappij zoals ze gecreëerd wordt. Dat bood hem de mogelijkheden om te reflecteren over de vraag wat het betekent om authentiek, zo authentiek mogelijk, een menselijk leven te hebben. Laten we naar de doorsnijders van het verhaal gaan. Ja, dat is Kitrek de Leeuw. Wanneer hebben jullie Lou Reed voor het eerst bewust meegemaakt? Ik zal beginnen met jou, Jan. Ik zal niet licht vergeten een optreden van hem in 19... Ik denk dat het 74 was in wat toen nog een oude filmzaal was aan het Flageplein, de Marny. Daar hebben we in die tijd heel veel grote concerten plaatsgevonden, grote artiesten, Traffic heb ik daar gezien, Status Quo. En dan Lou Reed, die toen hij het podium opkwam, ik dacht niet dat hij het einde van het concert zou halen. Hoezo? Wel, als je foto's terugziet uit die tijd, hij zag nog witter dan dit blad papier. En hij zwijmelde, maar ja, was het imago, was het zorgvuldig in stand gehouden imago of was het echt heel slecht met hem gesteld? Ik weet het niet meer. Het was een concert dat, ondanks het feit dat het ook geen goede concertzaal was, een concert dat een ontzettende indruk op mij heeft gemaakt. En ik ben Lou Reed dan af en aan, ook in de jaren 80, wel blijven volgen. Ik denk wel dat hij zijn sterkste periode in de jaren 70 heeft meegemaakt. Zijn meest rebelse periode ook waarschijnlijk. Ja, op zich vernieuwend. Zelfs al werd het toen misschien niet als vernieuwend ervaren, maar wel, daar heeft hij wel zijn stempel gedrukt, denk ik. Rick, en hoe zat het bij jou? Ik was eigenlijk niet echt een muziekliefhebber, maar toen ik een kleine jongen was. Maar Lou Reed, daar maakte ik graag een uitzondering voor. Dat is magisch. Ik denk dat hij een leven leiden en een leven beschreef, wat ik als kostschooljongen enorm ontbeerde. Dus het avontuur, de opwinding, de zelfkant, al die dingen waar ik op mijn chambrettes van droomde. Hij verpersoonlijkte dat en ik werd daar enorm door aangetrokken. Die fascinatie, daarvoor is gek genoeg altijd gebleven, juist omdat er ook een verdieping onder lag. De zelfkans als die in Berlijn beschrijft, dat is iets wat ik nu nog altijd knap vind. Dat is niet gedateerd gebleken. Dat is nog steeds sterk gedaan. En zeker toen ik samen met Jan, het zal in het Leuvense zijn geweest. Of Halle. Nee, dat was denk ik in het stuk in Leuven. In 2005 denk ik, waren wij gevraagd om een hommage te brengen aan een gezamenlijk muzikale held. En waren al snel erover uit dat Lou Reed moest zijn. En ik was toen al redelijk gedecideerd over het niet in het Engels zingen. Omdat ik eigenlijk nooit graag mensen nadoe. Ik wil graag mensen dingen interpreteren in het beste geval. Dus heb ik eigenlijk een hele racem songs van Lou Reed naar het Nederlands vertaald. En daar ben ik ontzettend blij mee. En door dat te doen ben ik ook iets dichter op de huid van Lou Reed kunnen kruipen. En heb ik gezien welke keuzes hij als tekstschrijver maakt. Welke onderwerpen, waar zijn woordkeuze ligt, hoe zijn beelden werken. En zeg ik achter het imago van een doorleefde quasi-junk zit er een literair zeer begaafde songschrijver schuil. En dat die heeft me eigenlijk over de streep getrokken om te zeggen, wow, dit is een zeer bijzondere artiest. Die bovendien altijd als zanger is hij, het is geen bel canto wat hij zingt. Als gitarist staat hij ook niet in de top 10 van de wereld. Maar hij omringt zich altijd met muzikanten, waardoor het niveau zeer hoog is. En hij zijn authenticiteit waarborgt door in die grote club van wereldmuzikanten die om zich heen verzameld heeft door de jaren heen, altijd zichzelf te blijven. En juist dat beetje mottige, krakkemikkige gitaarspel en dat bijna ongeïnteresseerde manier van zingen, die krijgen iets heel magisch omdat hij zich zo mooi omkaderd weet. Dus het is een zeer slimme gast. Ze nemen de kinderen mee. Want ze zeggen, ze is geen goede moeder. Ze nemen de kinderen mee. Vanwege de dingen.
kroegen niet stuk te krijgen. Die schare geslet was zo wat onverzadigbaar toen. En ik draag het water maar. De strijd wordt niet hier beslist. Stroomt even goed. Zo. Dat is, ja, Rick heeft het ook al gezegd, Lou Reed is iemand die heel veel genres heeft geïnspireerd. Hè? Ja. En zeer lieftallige ballads heeft geschreven, maar evengoed ook de punk heeft beïnvloed enzovoort. Ja, maar die dualiteit zat wel in dat werk, hè? Ja, dualiteit, ja. Dus er zit veel tederheid in, er zit veel romantiek in. Het is een dichter. Hij zag zichzelf op de eerste plaats als een dichter. Maar er is ook dat rauwe, dat rock and roll, associatie met drugs enzovoort. Invloed op grunge en allerlei andere genres. Hoe kun je niet... Je kunt niet om die man heen, als je een beetje geïnteresseerd bent in rock and roll geschiedenis. En hoe dat dan doorkruist geraakt met literatuur en filosofie zelfs, denk ik, enzovoort. Dat maakt hem inderdaad toch tot een zeer bijzondere artiest. Het is ook een zeer authentieke man, denk ik. Hè, die dus nooit toegevingen deed naar de tijdsgeest of naar de commerce of wat. Het publiek, zelfs die Metal Machine Music, is ook misschien een beetje een opgestoken vinger naar de fans die te veel van hem begonnen te eisen wat betreft toegankelijke liedjes die ze konden meezingen en zo. Dus ik denk dat de appreciatie van ons drieën daar toch mede door gevoed wordt. Zondagochtend, morgen wankelt, het is een gevoel dat je niet kennen wil. In de vroegte, zondagochtend, vandaag of morgen, maakt het grote verschil. Maar nu even niet.